De meeste mensen denken altijd dat wij YouTubers een super nice leven hebben, dat we super veel nuttige dingen doen in ons leven en daar dan video's over maken over hoe nuttig ons leven was. Dat is pure bullshit. Vandaag vertel ik jullie de waarheid achter het leven van bijna elke YouTuber. Elke ochtend worden wij gewoon wakker in onze stort van de vorige avond die we hebben gemaakt omdat we te laat zijn gaan slapen. We staan op en we zetten ons naakt achter onze computer en doen een beetje de basic social media shit. En daarna gaan we gewoon naar onze troep die we de vorige avond hebben gemaakt en dan doen we de makkelijke YouTube klaptruc. Jammer maar helaas, de YouTube klaptruc werkt eigenlijk nooit. En eigenlijk zijn we altijd verplicht om onze eigen zooi terug op te ruimen. Met die stomme stofzuiger die ik al veel te veel heb gebruikt om al de confetti van de confettikanonnen op te ruimen. Als je dacht dat dit alles was, wacht, er is ook meer. We doen natuurlijk ook onze kleren aan en dat is eigenlijk het nuttigste van de dag. Op erg speciale gelegenheden komen we ook wel eens buiten. Dit gebeurt niet vaak en dit is echt uiterst zeldzaam. Maar als we dan toch op speciale momenten buiten komen, dan is het meestal gewoon om een stom stukje te filmen voor een video. Als YouTuber hou je ook nooit aan de regels, want je bent een badass. Eigenlijk niet. Eigenlijk zijn we de grootste pussies ooit. We hebben ook altijd een huisdier, maar zelf de huisdieren vinden ons idioten. Als er kijkers voor onze deur staan, dan zijn we altijd erg vriendelijk tegen hen. We skypen erg veel, omdat we geen echte vrienden hebben in real life. En samen met onze YouTube-vrienden doen we altijd heel nuttige dingen. Na zo'n dag vol avontuur is onze kamer gewoon opnieuw gestort en kunnen we eigenlijk gewoon alles opnieuw doen wat we vandaag hebben gedaan. Dus eigenlijk was het gewoon weer een verloren dag. En nu kruipen we in ons bed, want we zijn moe door de vele dingen die we vandaag hebben gedaan. Slaap wel.